Rechte rug. 7. Knie omhoog. En duw die armen naar beneden. 13. 14. 15. 16. Oké. Kom even wat wijder staan. Armen omhoog. Ga je met je rechterhand naar je linkervoet. En omhoog. En wissel. Zak. Even die ochtendstijfheid eruit. Ook wel eens een uurtje later. En tak. Bam. Tak. Omhoog. En laag. Tak. Bam. En 4, 3, 2 en 1. Gaan we iets smaller staan. We gaan met die benen marcheren. En ondertussen gaan we onze armen zwaaien naar voren. Dus die armen zwaaien naar voren. En die knie trek je omhoog. Niet in elkaar duiken. Tak. Bam. Tak. 4, 3, 2, 1. Handen omhoog. Kom naar voren. Bukken, 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 bukken. Handen op de grond. Loop uit in een plank. Sta in de plank. Doen we 2 push-ups. 1 en 2. En we lopen terug. Kom omhoog. En nog een keer naar voren. Loop uit in een plank. 2 push-ups. 1, 2. En loop terug. Oké. Hartstikke goed. We hebben 3 series van 3 oefeningen. De eerste ronde gaan we alles 40 seconden doen. Dus de eerste serie bestaat uit 3 oefeningen. Dan doen we 40 seconden, 40 seconden, 40 seconden. Achter elkaar, geen rust. Daarna hebben we even rust. Leg ik uit wat de volgende zijn. Dan doen we die 3 oefeningen ook weer 40 seconden, 40 seconden, 40 seconden. En zo ook met de derde. Dan hebben we een blokje cardio. Gaan we helemaal terug naar het begin. Dan doen we precies hetzelfde, maar met 30 seconden. Dus dat is best wel even doorbijten. Maar wel heel leuk natuurlijk. De oefeningen zijn van de eerste serie. Dus deze doen we 40 seconden, 40 seconden, 40 seconden. We hebben de hand release push-up. Dus je komt naar beneden, handen los. Je duwt jezelf omhoog. Alternatief is op je knieën en gewoon een rustige push-up. Ja? De tweede is de reverse lunge. Die doen we allemaal samen. Dus we stappen naar achter en naar achter. Kennen we rechte rug, buikspier aan, strakke billen, schouders laag. Die kennen we allemaal. En de derde is ofwel de runner sit-up. Dus je komt lang en omhoog. Je zet je elleboog tegen tegenovergestelde knie aan. Dus je rug is lang. Ja? Of het is de bicycle crunch. Dan hoef je niet helemaal omhoog te komen. Maar heb je wel continue spanning op je buik. Dus, daar mag je uit kiezen. We beginnen zo meteen met de push-up. 40 seconden. Dan gaan we direct door naar die lunge. En dan gaan we daarna direct door naar die sit-ups. Zijn jullie er klaar voor? Oké, kom eens in de plank-positie. Handen in de plank. En dan gaan we 5, 4, 3, 2, 1. En start. Ik doe de lage intensiteit. Jeroen doet de hoge intensiteit. Dus dan kan je altijd even gluren. Als je het even niet meer weet. Dus ik ben op mijn knieën. En ik doe rustige push-ups. Je ademt in als je naar beneden gaat. En uit omhoog. In en uit. Nog 15 seconden. Ga door. Oké, de handen los. Probeer zoveel in 1 lijn op te drukken. Als je die van Jeroen doet. En kom omhoog. We gaan direct door naar de lunges. Tak. Gaan we. Stap. Je kunt hem iets zwaar maken door nog een sprongetje toe te voegen. Je kunt natuurlijk ook een lunge sprong van maken, maar
Dat doen we even niet, want hij komt nog veel terug. Dan wordt het al een beetje te gek. Dus stap, knieën 90 graden, omhoog. Tak. Oké. 7, 6. Hierna gaan we direct naar de mat, hè? Voor die sit-ups. Oké. Op de mat. En de crunches. Of de sit-ups. Ik doe de bicycle crunches. Tak. Dus die gaan sneller dan die sit-up. Draai de elleboog naar je knie. Adem uit als je omhoog komt. Kom aan. Tak. Tak. Bam. Tak. En bam. Tak. Hap. 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 Lekker, jongens. Oké. Top. Eerste ronde. Nu weten de oefeningen. Zo meteen hoef ik niet meer zo lang te lullen. Want we kunnen ze gewoon direct doen. Tweede serie. Oefening 1. Blijf lekker dribbelen. Terwijl ik ze uit te leggen. Zijn de commando's. Je komt in de plank. Lage plank. Hoge plank. Ja, wissel af met je armen. Lage plank, hoge plank. Alternatief op je knieën. Tik schouders. Of in een plank. Tik schouder. De tweede. In en out. Squat jumps. Je bent lekker laag. Lekker laag. Uit, in, uit, in, uit, in. Of uit, uit, in, in. Uit, in, in. Hele strakke buikspieren. En hou die schouders laag en niet omhoog komen. Alsof er een glazen plafond boven je hoofd zit. En dan de derde, lekkere. De glute bridge. Met een, dus je ligt op de grond. Handen langs je lichaam. Je duwt je heup omhoog. En je brengt je handen achter. En terug. Heup omhoog. En reach. Ja? Tak. Als je dat rijken nog een beetje te ingewikkeld vindt, dan doe je hem zonder die arm. Maar duw die heupen lekker omhoog. En die arm gaat naar achter. Super lekkere strek ook. Die kunnen we allemaal, denk ik. Yes? Oké, kom in de plank. Of op commando's. Of tik de schouder. Ga klaarstaan. Yes. Oké. Top. Dus ik doe de plank en tik schouder. Daarbij hou ik mijn heupen zoveel mogelijk op de plaats. En dat geldt ook voor die commando. Maak er niet een hele dans van. Hou je benen gestrekt. Tak. Tak. Benen gestrekt. Goed blijven ademen. En bam. En tak. Nog 15 seconden. Zo meteen komen we direct omhoog. Dan gaan we die in- en out squat jumps doen. En tak. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, kom laag. En dan gaan we. Tak. Of stap, stap. Stap, stap. Stap, stap. Stap, stap. Of in, uit. In, uit. En het hoofd blijft op één plek. Bam, bam. Tak, tak. Voel die bovenbenen. Lekker, Ron. Hou hem vol. Tak, tak. Stap, stap. Stap, stap. 5. Hierna gaan we naar de mat, hè. Naar die brug. Oké, perfect. Kom naar beneden. En we liggen. Oké. Handen langs je lichaam. En omhoog. Duw omhoog. Hand mee. Laag. En strek. En laag. En strek. En strek. En strek. En strek. Duw die heup omhoog. Span die billen aan. Tak. En lang. En lang en de laatste. Perfect. Heel goed. Ronde 2. Oké. Gaan we naar ronde 3 van de 40 seconden. Je mag kiezen. Ofwel de Superman.
En dat is dat je je één been omhoog doet en één arm. Dus je dat hoeft niet heel lang vast te houden, haal je ook niet. De knievariant. Je kunt het ook even uitproberen. Dus de bird dog of de superman doe je. Oké, dan gaan we naar de sumo squat. Puls. Je komt in de squat. 1, 2, 3, hoog. 1, 2, 3, hoog. Perfect. Niet ingewikkeld, kunnen we allemaal. En de laatste is ofwel de rainbow plank. Je komt een lage plank op je ellebogen. En je draait je van rechts naar links. Je tekent de regenboog in de lucht. Is dat er niet lekker? Voelt het ongemakkelijk? Dan ga je van voor naar achter. Van voor naar achter. Dus je verplaatst je gewicht van voor naar achter. Een wiegend schip ben je dan. Ja? Oké, we beginnen met die Superman of die bird dog. Dus op je knieën of in een plank. En 5, 4, 3, 2, 1. En go. Oké, ik doe op mijn knieën. Ja, we hebben nieuwe matjes. Maar ze zijn glad, hè? We hebben een smoes. Oh, netjes. Wil je de billen laag houden als je hem op je knieën doet? Geen holle rug, geen bolle rug. Trek je navel naar je ruggraat. En tak. En bam. En maak je helemaal lang. Arm langs je oor. Strek been. En tak. En tak. Oké, perfect. We komen omhoog. Squat. 3 keer pulsen. 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1. Lekker laag. Duw die billen eronder. Hang lekker op je hielen. Niet naar voren hangen. Zo min mogelijk spanning op je knieën. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. Naar de plank. Of een regenboog tekenen. Of van voor naar achter. Oké. Ik ga van voor naar achter. Jeroen doet de regenboog. Tak. En pauw. En tak. En tak. Voor naar achter. Door, tak. Bam. Buikspieren. Dus met die tenen naar voor naar achter. Van links naar rechts. Ja, lekker jongens. Perfect. Eerste ronde. Die sluiten we af met een rondje cardio. Gaan we door naar de tweede ronde. Oké. De cardio. Is ook weer 40 seconden. Skaten. Ja, die kan je heel rustig doen, stappen. En je kan hem ook wat dynamischer doen. De tweede is van voor naar achter, van voor naar achter. Of stap, 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 stap. En de laatste zijn ofwel mountain climbers. Dus je komt op de mat en we gaan mountain climben. Is dat iets te zwaar? Kom op je rug, ga je fietsen. Ja? Hard fietsen, hè wel. Oké, 40 seconden weer. Hetzelfde als net. Dus 3 keer 40 seconden, achter elkaar. Dus we beginnen met de skaters. Precies. Oké, maak je klaar. 5, 4, 3, 2, 1 en start. Goed. Oké. En tak. Dat is heel lekker. Hier moet je lekker je buikspieren aanspannen. En je voet. Goed schuin wegzetten. En je bovenlichaam blijft naar voren wijzen. Dus niet meedraaien. Tak. Bam. En tak. En bam. Tak. Alsof je echt gewoon super lekker aan het schaatsen bent. En tak. En bam. Tak. 10 seconden. Ga door. En tak. Bam, tak, tak.
En stoppen. Oké, we gaan door naar die voorwaarts-achterwaartse sprong. Voor, achter. Voor, achter. Stap, 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 stap. Stap, stap, stap. Bam, bam, bam. Tak, tak, tak. Wissel het been af waarmee je begint. Bam, bam. Bam, tak, tak, tak. Blijf laag. Voor, achter. Voor, achter. Voor, achter. Voor, achter. Voor, achter. Kom. Lekker, jongens. Oké. Naar de mat. Mountain climbers. Of op je rug die bicycles doen. Ik ga voor de bicycles. Oké. Daar gaan we. Even fietsen. En jij pak die mountain climbers in het tempo waarvan jij denkt, ja, lekker. Met die mountain climbers goed je rug op de grond houden. Sorry, met die bicycle. En gewoon lekker hoog tempo. Fietsen, fietsen, fietsen. Oké, kom op. Fietsen, fietsen, fietsen. Tak, 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 tak. Oké, super. Rondje 1 was dit. Nou, we weten nu alle oefeningen. Dus die tweede kunnen we sneller er doorheen doen. Neem een slokje water. Oké, ja. Dus alles hetzelfde, maar nu 30 seconden. En je ziet dat die wissels zijn heel snel. No time to waste. We beginnen met die hand release push-up, reverse lunge, runner sit-ups of die bicycle crunches. Ja? Oké. Okay. Daar gaan we dan. Hand release push-up. In de plank, op de mat. En start. Oké, okay, perfect. Ik doe de push-up op mijn knieën. Tak. Jeroen doet de zwaardere versie, ik de lichtere versie. Tak. Bam. En tak. Goed blijven ademen. Bam. Laag, hoog. Laag, hoog. Duw jezelf omhoog, Jeroen. Kom op. 4, 3, 2, 1. En omhoog. Achterwaartse landjes. Daar gaan we. Tak. Nou, je handen in je zij zetten. Wat je wil. Als je maar niet naar voren klapt. Hè? Niet dat dit. Mooi. Elegant. Schouders laag. Buikspieren aan. Oké, tak. Nog 10 seconden. En tak. En bam. En tak. Oké, naar de mat. Van haar sit-ups. Op bicycle crunches. Daar gaan we. Ik doe de crunches. Jeroen doet de sit-ups. Tak. Bam. Oké, jongens. Trap. Trap. En draai in. Draai in. Mooi. Dan pak je die dwarse buikspieren. Als je indraait. Ga door. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Top. Lekker gedaan. Ik hoef het niet meer echt uit te leggen. Dus we kunnen direct door naar rondje 2. Commando's. In en out squat springen. En die brug met die strek naar achter. Oké. Dus we beginnen in de plank of de mat. Ja? En je kan ook je schouders tikken. Dat is de variant. Oké. Here we go. 3, 2, 1. En start. Tak. Dus jullie gaan laag en hoog. En ik probeer zo met zo'n stil mogelijk lichaam mijn schouders te tikken. Hoe stiller je dat houdt, hoe harder je moet werken. Oké. En tak. En tak. En tak. En bam. En tak. 3, 2, 1. En kom omhoog. Kom laag staan in de squat. Oké, daar gaan we. Jij springt. Nee, dit. Ja. Tak, tak. Bam, perfect. Tak, tak. En blijf laag. Heel erg goed die buikspieren gebruiken. Bam, tak, bam, bam,
Tak, bam, bam. Kan ook afwisselen. Tak, bam, bam. Tak, tak. 3, 2, 1, naar de mat. En de brug. Hop. Oké. Omhoog. En tik. Hoog. En tik. Hoog. En tik. En tik. En tik. Wat zei je? Ja, voeten op de grond. Reek dicht bij je billen. Dan kun je jezelf lekker hoog duwen. Tak. Perfect, jongens. Oké. Knieën, weet je wel. Rondje 3. Ja, het helemaal gelijk. Nou zeg. Oké. 5, 4. Dus wij gaan deze doen. Of je doet een buitenplank. Ja? En go. Tak. Super. Man. Oké. En strek. En strek. Als het lukt vanuit de plank, vind ik heel knap. Dan heb je een hele goede core stability. Ik geef gewoon de schuld even aan mijn glibberige matje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom omhoog. Squat en puls. 3 keer bouncen. Oké. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Bam. Tak. 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 Hoog. Bam. Bam. Hoog. Tak. 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 Hoog. Oké. Rainbow plank op het wiegende schip. Ik ben het schip. Voor naar achter. Voor naar achter. Oké. En tak. En bam. Binnen zijn laag. Geen holle rug. Geen bolle rug. En jullie tikken hem van links naar rechts. Teken die regenboog. In de lucht. Perfect, jongens. Nu gaan we naar de cardio, hè? Nu gaan we naar de cardio. Oké. Skaters, naar voren en achter springen. En ofwel de mountain climbers, ofwel de bicycles op je rug. Yes. Ga klaar zijn. We beginnen met de skaters. Oké. There we go. Handen voor je. En start. Tak. En tak. Hier ben je heel erg goed focussen. Met die buikspieren. Alsof je een beetje zweet. Ja? Maak ze heel licht. En zet die voet lekker ver weg. Tak. Bam. Tak. 4 seconden nog. Dan gaan we naar de voorwaarts en achterwaarts sprong. Oké, daar gaan we. Of je stapt hem. Tak, tak. Tak, tak. Bam, bam. Tak, tak. En blijf laag. Tak, tak, bam. Tak, tak. Bam, bam. Tak, tak. Ga door. Lekker, jongens. 5, 4, 3, 2, 1. Naar de mountain climbers. Of op je rug de bicycles. Daar gaan we. Pak hem aan. Oké. Dus het tempo van die knieën naar voren brengen. Trek die goed tussen je ellebogen. Kun je zelf bepalen. Dus je kunt dat redden. Je kunt meer stappen. Kan je zelf bepalen welke intensiteit je eraan geeft. Super. Alright. Gaan we naar dit laatste rondje. Alles 20 seconden. Dus het gaat echt heel snel. Maar we moeten het wel doen. Neem een slokje water. Ik zal er even een paar wisselminuten of wisselseconden tussen zetten. Anders zo zonde. Yes. Dus we beginnen. Alles is 20 seconden.
met de hand release push-up. Ofwel de normale push-up of op je knieën. Ja, daarna de achterwaartse lunge. Die kan je nu misschien met wat meer dynamiek doen. Als het laatste is. En als derde die runner sit-ups. Ofwel de bicycle crunches. Yes? Oké, komen naar beneden in de plank. En daar gaan we. Yes. Oké. Bam. Het zijn maar 20 seconden. Haal alles eruit. En tuk. En tuk. Oké. Ga door. Bam. En bam. En bam. Oké. Omhoog. Achterwaartse lunge. Schouders laag. Dan gaan we. Bam, bam. Dan gaan we nu misschien met een sprongetje doen. Tak. En tak. En tak. En bam. En tak. Schouders recht. Naar achter. Buikspieren aan. Oké. Naar de mat. Of de sit-ups. Of de crunches. Dat is al snel. Oké, dan gaan we. Oké, kom maar. Het is ook een brain activity, hè? Dat je heel snel door moet naar de volgende. Tak, bam, tak. Oké, super. Eerste rondje voorbij. Even een paar keer diep ademhalen. Gaan we naar de tweede. Commando's of tik schouder. In en uitspringen in de squat. En daarna die brug omhoog. Yes. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. En start. Tak. Jeroen doet de commando. Ik doe de tik schouder. Tak. Tak. Kom aan. Voel je sterk. Hou je benen gestrekt, hè? Ook bij die commando. Oké, omhoog. Laag in de squat. In en uit springen. Ik stap. Yes, nee, in en uit. In en uit. Dit is mooi, hè? Tak. Bam, bam. Tak, tak. Bam, bam. Blijf laag. Boom, boom. Tak, tak. Stevige stappen. Oké. Naar de mat. Heup omhoog. Handen achter. Oké. Voeten zijn plat. En span je billen als je omhoog komt. Omhoog. Tak. En tak. En bam. En bam. Perfect. Naar de laatste. Jullie mogen laag blijven. We gaan naar die Superman. Op die doorbeurt op je knieën. Ja? Oké. Even die baan halen. En dat op. En sta klaar. Oké. Handen zijn niks om je schouders, knieën onder je heup als je mijn variant doet. En in de plank staat je hand ook netjes onder je schouders. Het gaat voornamelijk om een hele goede balans. Bam. Strek dat been ook, hè, achter. Strek. En strek. En strek. Oké, omhoog. 3 keer bouncen. Squat. Oké, gaan we. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. Oké. Rainbow plank op het wiegende schip. Daar gaan we. Tjoef. Bam. Tuk. En ervoor. Voor. Voor. Als het lukt, tik hem aan met die rainbow. Tuk. Bam. Super. Zijn er, jongens. Alleen het rondje cardio nog. Skaters. Naar voren en achter springen. En de mountainclimbers. Mountainclimbers zijn ze maar 20. 20 seconden. Dus ik zou zeggen, pak die even op een heel lekker hoog tempo. Yep.
We beginnen met skaters. Oké, ja. 4, 3, 2, 1. En dan gaan we. Tak. Bam. En het laatste is, pakken we even het hoger tempo. Bam. Tak. Tak. Bam. Tak. En bam. Tak. En bam. Tak. Tak. Oké. Naar voren. Gaan we. En naar achter. Ja. Spring. 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 Op stap. Bam. Tak. Tak. Bam. Tak. Tak. Bam. En we gaan naar de mountain climbers. Of op je rug de bicycles. Let's go. Kinders, kom jongens. Pak hem door. Hoog tempo. Sneller om. Kom op. Precies. Dat is hem. Tak. Hoog tempo. Zo licht mogelijk landen op die tenen. Niet afzetten. Alsof je op een schaatsbaan staat. En we zijn er. Hartstikke goed gedaan. Top. Oké. Even een stokje water. Deze zit erop, jongens. Maar we zijn natuurlijk nog niet helemaal. Want we moeten nog wel eventjes nog iets anders doen. Anders lijkt het zo één oefening. Dat is ook zo saai, hè? We hebben 20 seconden, doe je een cardio-oefening. En dan hebben we 30 seconden. En in die 30 seconden doen we de eerste keer één herhaling van twee oefeningen. En dat zijn, die oefeningen zijn, ik zal het even laten zien. En die gaan we elke keer opbouwen. Dus de eerste keer is die heel relaxed. En hij wordt steeds zwaarder. Die oefeningen zijn, dus eerst ga je cardio doen. Dat leg ik zo uit. Dan zet je je handen tussen je voeten. Je springt in de plank. En je springt terug. Dat is één. En de tweede is een squatsprong. Ja? 1-1. Dan gaan we weer wachten tot die 30 seconden voorbij zijn. Dan gaan we weer terug naar die 20 seconden. Doen we de cardio 20 seconden. Dan doen we 2-2. Dus die rusttijd wordt steeds korter. Dan gaan we weer terug naar de 20 seconden. Is die voorbij, doen we 3-3. Juist, je moet voor jezelf even kijken. Dan doe je helemaal je eigen tempo. Hoeveel herhalingen je uiteindelijk krijgt in 8 rondes. Cardio, die 20 seconden, kan je kiezen. Of hoge knieën, dat is de meest intensieve. Echt goed je hoog, niet op je knieën hoog trekken. Of buttkicks. Of hamstring curls. Ja, dat is de laagste, de minst intensieve variant. Oké, dus we beginnen even. Kies of je hoge knieën doet. Buttkicks of hamstring curls, daar gaan we. Oké. Ik ga wat de buttkicks doen. Dus die doen we 20 seconden. Okay. 5 seconden. 3, 2, 1. Oké. Handen op de grond. Spring uit. Spring in. Omhoog. Omlaag. En een squatsprong. Kijk, en nu hebben we dus 20 seconden. Dan hebben we nu rust. Dus dat is lekker. Blijf je lekker even dribbelen. Dan tel ik af. En dan ga je weer naar die hoge knieën of die buttkicks die je net deed. En dan doe je zo meteen 2 herhalingen. Ja? Oké. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. En go. Oké. Ik heb de cardio echt wel even lekker doorpakken. Dus nu doen we zo meteen 2 van die thrusters en 2 squatsprongen. Eigen tempo. Je kan hem ook stappen, hè, die sprongen. Oké, we zijn er. Twee. Je mag kiezen of je ze achter elkaar doet of los van elkaar. Ja? Jij deze om en om. Ik deed 2 thrusters en 2 squatsprongen. Ja, dus dan moet je voor jezelf even bedenken. Dat maakt me niet uit. En dan gaan we weer. Cardio. Kom op. Laag schouders. Knieën gaan hoog. Of je hakken gaan naar je billen. Kom op. 3 herhalingen van beide. Zijn we nu. Oké.
3. Hoog komen. Adem. En 3. Oké, nu doe ik 1, 2, 3. Oké, en ik wacht. Oké, nu zijn er maar 10 seconden om te rusten. Dus we gaan die rusttijd, wordt wel minder. Dus bij die truster kom je tussendoor wel omhoog. En dan gaan we. Cardio. Oké, kom op jongens. Even kijken, jullie. Lekker. Hoge knieën. Lekker, Anne. Goed bezig daar. Top hoor. Oké, oefeningen. 4 zijn we. Hier aan, jongens, van beide oefeningen. 1, 2, 3, 4. Oké. Eigen tempo, heel goed. 4, 3, 2, 1, en go! Lekker jongens. Tik die billen. Of doe die hamstring curl, hè. Ook helemaal goed. 2, 1, en go! 5 keer. Hoog. Ik vind het fijn om ze te clusteren. Jeroen doet ze elke keer samen. Allebei prima. En 1, 2, 3, 4, 5. Oké, nog 4 seconden. 3, 2, 1, en go. Snel nu, hè? Ja. Kom, jongens. Oh, doe die stap. We zijn bij 6. Oké, nog 5 seconden. En cardio. Je mag hem nu even stappen. Als je denkt, zo. Mijn hemel. Dit is pittig. Dan stap je hem. Niet stilstaan. Oké. We zijn bij de 7e ronde. En go. Oké. Uit. In. Hoog. 3, 4, 7, oké, 1, 2, 3, 4, 6, 7, en cardio jongens, ik haalde hem net, laatste ronde. Laatste ronde. Dus ik ben hoge knieën. Ik zijn wel een beetje laf hoge knieën. En go! Laag. 8 keer. Ja. 6. 7. 8, 9, ga door. 5, 4, 3, 2, 1, en stop. Stop. Oké. Jeroen gaat stiekem door. That's the spirit, Ron. En de 8, lekker.